Raoul Bouke, de eerste Surinamer die kans maakte op een zetel in het Europese parlement, heeft het niet gehaald. De verkiezingen zijn de vorige week gehouden. D66 ging terug van 4 naar 2 zetels. Hoewel Bouke op plaats 2 stond, kwam hij niet binnen. Samira Raffaella, die bij D66 als derde op de lijst stond, neemt zijn plek in. Raffaella wordt de eerste Nederlandse afgevaardigde met een Caribische achtergrond in het Europese parlement. Verslaggever Sam Jones belde met Raoul Bouke en vroeg hem wat hij vindt van de uitslag. Ja, teleurstelling. Ik heb heel veel stemmen gekregen. Ruim 20.000. Ik wil ook iedereen die op mij gestemd heeft via deze weg daarvoor heel erg bedanken. Maar het resultaat is teleurstellend, want ik krijg geen zetel in het Europese parlement. U stond op nummer 2 en Samira Raffaella die stond op nummer 3 van D66. Ja, dat klopt. Dat zit zo. Je hebt een voorkeursdrempel, zoals dat heet. En die zit iets boven de 20.000 stemmen bij deze verkiezing. Dat wil zeggen, als je allebei onder de 20.000 stemmen blijft, dan maakt het niet uit. Dan komt de nummer 2 als tweede binnen. Maar kom je daarboven, dan maakt het wel uit. En dan is het de vraag, wie haalt de meeste stemmen? En in dit geval is dat zo. Mevrouw Raffaella is boven de 20.000 uitgekomen. En heeft meer stemmen gehaald dan ik. En om die reden pakt ze dus de tweede zetel van D66. Je ziet inderdaad een trend dat de campagne stem op een vrouw, die is heel succesvol. En dat is denk ik een van de factoren die meegespeeld heeft. De campagne die was vooral gericht op het milieu, tenminste wat betreft Suriname. Is het nou wat die beloftes, kan je het niet noemen, die u toen gedaan heeft, inzet voor het behoud van het bos, is het nou allemaal einde oefening? Nee, zeker niet. Kijk, ik werk al heel lang aan klimaat- en natuurbeleid. En ik zet me al langer dan 12 jaar daarvoor in. Dat gaat door. Alleen, ik zal het niet kunnen doen vanuit het Europees Parlement. En dus niet met dat podium, dat wel heel belangrijk is om je boodschap goed over te brengen. En ook niet met de instrumenten die je hebt in een parlement om dat te doen. Dat zit er helaas niet in. U bent 5 jaar bezig geweest, 5 jaar lang gewerkt, campagne gevoerd. Wat nu eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ik werk in Brussel voor de Nederlandse permanente vertegenwoordiging. Dus ik werk al 12 jaar hier in Brussel en dat gaat de komende maanden gewoon door. Mijn hart ligt bij Europese samenwerking, bij het verbinden van mensen, zowel in Europa als in Nederland. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd met mensen van Coroni tot Katendrecht, als ik het zo mag zeggen. En dat wil ik gewoon blijven doen. Ik wil met mensen in gesprek blijven gaan over Europa. Dus het is ook een oproep aan mensen. Nodig me uit. Ik kom graag langs. Spreek me aan op straat. Als je een radioprogramma hebt, kom ik ook graag langs. Dat gaat gewoon door. Dat was Raoul Bouke, die nog net een zetel in het Europese parlement miste, in een bijdrage van Sam Jones.